Hey, goedemorgen. Ja, we gaan nog even mijn haar doen. En een beetje droog shampoo erin. Mijn spiegel staat hier, dus. En als je wat hoort, Dennis is thuis. Dus. Ik kan moeilijk zeggen dat hij niet mag wandelen in zijn eigen huis. We doen vandaag los haar, want ik ga zo naar een verjaardag. Nou, dat heeft op zich niks mee te maken. Maar we gaan met de cabrio. En Dennis rijdt graag met het dak open en ik heb beloofd om een keer mee te gaan. Dus... dan moet ik een muts op. En dan is een staart of een knot is niet handig. Dus geen knot vandaag. We gaan de nieuwe dingen van Catrice proberen. Dus ik heb hier alles staan. En we beginnen met de Smoother Plumping Primer Concentrate. Dit is een hele kleine tube. Dit is de normale Catrice Primer. Het is een hele intieme tube. Het is een beetje wittig. Het smeert wel heel goed uit. Ik heb het gisteren ook opgedaan. Ik weet niet of het iets doet. Het is niet iets van... textuur verminderend of zo. Maar. Ja, ik ga een heel klein beetje van de brightener van vorig seizoen. Ja. De Tinted Serum Foundation. Ik heb hem gebruikt zo. Ik heb hem gebruikt met de Catrice Glowfire. Als ik het mensen ons doe, is het helemaal erg. Dit is een vreselijk product. Ik heb natuurlijk een wat oudere huid. En dat zie je ook wel. En dat geeft ook helemaal niet. En ik heb wat roodheden die goed bedekken. Het heeft een goede dekking. En ik gebruik helemaal niet veel. Maar ik krijg daar onmogelijk een lichte dekking uit. Gewoon niet. En mijn huid ziet er heel droog uit. Totdat ik het afpoeder en fixingspray of settingspray doe, dan valt het mee. Dus wat ik eigenlijk nu wilde proberen is de All Over Glow Tint. Eerst opdoen. Zeg maar zoals je de Charlotte Tilbury of de Elf Halo Glow gebruikt. En kijken of ik dan... een wat minder droog effect krijg. Dit ziet er natuurlijk in eerste instantie heel raar uit, hè? Maar die druppels Glowifier, die hielpen echt niet. Dit is echt heel dun spul. En het geeft een hele, hele heftige glow. Oh, mooi. Wel mooi. Ik kan het niet zo doen natuurlijk.
Maar het op zich wel mooi. Nou, we gaan een klein beetje. Ik heb hier een beetje op een schaaltje gedaan. We gaan ook even een andere manier van. Aanbrengen proberen. Ik had het de eerste keer met de kwast voor Real Techniques gedaan. En deze is van Eco Tools, denk ik. Ik denk niet eens dat het een foundation brush is, maar het maakt niet uit. Ik probeer zeg maar de lichte dekking te krijgen die iedereen zegt, maar het lukt me tot op heden niet echt. En met de spons was het helemaal vreselijk. Maar ook echt serieus vreselijk. Dit is een hele zachte fluffy, eigenlijk een beetje een soort poederkwast. Die doe ik even met mijn vinger. Die zijkanten van mijn neus. Zo in de verkoudheidperiode. Ja, beter. Dit is beter. De kleur is te licht voor mij. Ik heb gewoon een te lichte kleur gekocht. Maar dit is, ziet er wel beter uit dan wat ik van de week had hoor. Toen moest ik zeg maar met deze kwasten overheen om. Ja. Overtollig was het niet echt. Ik heb geen nieuwe poeder. Ik heb deze All Matte Healthy Look Glow Poeder. En dan ga ik eerst een beetje onder mijn ogen doen. Want het creased als een gek. Zo. En dan ga ik mijn gezicht. En het ziet allemaal heel erg. Want dan ga je eerst glow aanbrengen. En dan ga je daarna weer terug. En komt goed. Komt helemaal goed. Dit is alle nieuwe producten van Catrice. En ik twijfel voor Essence. Ik vind Essence over het algemeen ja, net iets minder. En dat gebruik ik ook gewoon niet zo vaak en zo. Dus ik weet nog niet of ik die ga halen. Dit is de fixing spray. Laat ik het in de spiegel zien echt. De fixing spray van de Action. En dan echt lekker nat. Zo. Wow. Tik even tegen de spiegel aan. Ik hoop dat ik mijn witte t-shirt goed hou. Ik doe hier straks nog een vest overheen hoor. En dan een hele dikke. En dan een hele dikke poncho. En een muts en een sjaal en handschoenen. En ik ga als een soort iglo. Pinguïn in die auto zitten. Ik ben er niet zo fan van. Het is een oude cabriolet. Hij is uit 1998 of zo. Maar Dennis vindt het helemaal te gek. En hij is heel laag. Ik kom er heel slecht in. Dat vooral omdat mijn rechterbeen is mijn slechte been. Dus als ik op de bijrijdersstoel zit. Ja, ik kan die been niet bijslepen, zeg maar. Ik kan er geen kracht mee zetten. Dus, ja, nou ja, goed. Maar Dennis is helemaal blij mee. Kijk. Nu ziet het er echt een stuk beter uit. Zie je die glow? Dit is wat je wil. Ja, oké. Oké. De wenkbrauwen. De brow stick. Dit is de tweede kleur. De medium bruin, denk ik. Dat kan ik natuurlijk niet lezen, want ik heb geen bril. En het is
een heel dik potlood. Maar gek genoeg, even omdraaien, werkte het namelijk wel. Let op. Niet met de punt, hè? Gewoon het brede gedeelte. De kleur is echt perfect. Als je gewoon een lichte hand hebt. Heb je echt. Dat is heel gek, want als je dit product ziet, dan denk je. Nou, dat gaat nooit werken met zo'n dikke stick. Maar gek genoeg. Werkt het dus wel? Heel apart. Sorry, ik heb even jeuk. Dan heb ik, ja. Ik hoef het niet meer te zeggen. Want bij alle reviews die ik heb gezien, is het gezegd. Dit is een hele rare structuur. Het is heel gepigmenteerd. En het voelt een beetje als een soort cream to powder bijna. Het is een beetje cremig als je hem voelt. Maar de kleur is voor mij, maar ik heb natuurlijk een lichte huid, echt fantastisch. Echt fantastisch. Ik vind het een hele fijne bronzer. Het is een heel aparte structuur. Ik weet niet zo goed wat ik ervan moet vinden. En dan heb ik de Marble Blush. Pas op. Eén tippie is meer dan genoeg. Ik ga heel even. Oh, ik heb ook nog de puntenslijper gekocht. Dus ik ga heel even mijn spiegel veranderen. Ik heb iets meer licht nodig. En zo heb ik gelijk ook het lichtje, mijn grote licht van boven. Maar dit is genoeg. Eén dipje is meer dan genoeg. Het is een hele gepigmenteerde blush, maar wel heel mooi. Ja, ik heb ook de cheekstick, maar die bewaren we gewoon voor een andere keer. Ja, dat is niet anders. Ik kan niet altijd. Ik heb maar één gezicht. Wat ik ook erbij had besteld, en dat ga ik dan vanavond proberen, maar dan zijn de reusable eye patches. Ik neem aan dat je dan gewoon je oogcreme of je oogserum opdoet, maar dan iets dikker als een soort oogmasker en dan die dingen eroverheen. En dan, daarna maak je ze schoon en dan kan je ze nog een keer gebruiken. Maar we gaan nu eerst oogschaduw doen. Ik heb het Sun Glow Eye and Cheek Palette. En die ziet er zo uit. Met een. Ik zet even die foundation op. Want hij heeft de neiging om steeds dicht te gaan. Ik laat hem nog wel even zien. Een bronzer, een blush en vier kleuren. Allemaal redelijk neutraal. Ik ga als crease de bronzer aanbrengen en dan een beetje met de blush en de roze kleur spelen. Ik wil een beetje een rozige look vandaag. Had ik bedacht. Kijk, de bronzer is heel gepigmenteerd.
ga ik toch maar weer aan die kant doen. Ik krijg een beetje pijn in mijn rug met naar die kant kijken. Wacht even hoor, ik denk... Ja, maak jullie ook gewoon iets lichter. Zie je dat? Het is echt een hele gepigmenteerde bronzer. En op zich, als oogschaduw, ik hoor de honden in de tuin. Dan is ze iets, zij is iets aan het vertellen nu. Kijk, als... Echt, als je alleen dit doet, is het echt een prima one and done oogschaduw. Ik ga een beetje de blushkleur... in de buitenste ooghoek doen. Gisteren had ik de donkerbruine kleur uit het palet gedaan. En die is echt donkerbruin. Daar moet je echt mee oppassen. En ik ben helemaal geen oogschaduwpersoon. Dus zeg maar, ik ben echt een beginner op dit gebied. Zo. En dan de roze oogschaduw. Dan nog even met de eerste kwast een beetje blenden. Ik haal, oké. Ik heb een beetje een Aziatisch model oog, hè? Een beetje model spleet oog. En dat geeft helemaal niet, maar ik wil dus altijd graag rond dit. Want ik heb dan het idee dat mijn ogen iets ronder lijken. Ik weet niet of dat waar is. En dat doet er ook niet toe. Ik vind het gewoon een fijn idee. Ik heb een pencil brush. En dan ga ik de bronzer ook aan de onderste rand brengen. Goed hier in het hoekje doen. Ik heb overhangende oogleden. En goed laten aansluiten. Maar dit zorgt ervoor dat mijn ogen iets open gaan staan. Zo. Zo. Wat ik ook had, was de Catrice kwast. Dus de ene kant is een kwastje. En de andere kant is zo'n spons applicatortje. Omdat ik al genoeg glow, ga ik geen highlighter proberen. Maar wil ik een beetje van de highlighter... niet in de innerste oog, binnen de oog, daar kan ik niet tegen. Dan, ik krijg enorme jeuk dan aan mijn oogleden. Maar ik pak een beetje met het kwastje van de highlighter op. En dan doe ik dat een beetje hier zo. Over die roze oogschaduwkleur heen. Zodat het een beetje dimensie geeft. Dit is een heel fijn kwastje trouwens. Heel zacht. Alweer bijna klaar, joh. Waar ben je? Even mijn wimpertjes krullen.
Ik heb de Pure False Lash mascara gekocht. En dit is de derde dag dat ik hem gebruik. Hij is een beetje gebogen en ik vind dit een hele fijne mascara. Wordt het mijn favoriet? Dat weet ik nog niet. Verkeerde kant. Ja, zeggen. Zo slecht zijn mijn ogen toch niet? Het is niet een hele natte formule. Hij is ook niet zo droog als een Dior. Maar absoluut de moeite waard hoor. Het is ook een heel fijn borsteltje, moet ik zeggen. Het is niet zo'n siliconen borsteltje. Daar hou ik op zich niet zo van. Dit is één laagje. Laat even drogen. Komen we er zo gewoon even op terug. Ik heb twee van die potloden gekocht. Dit is de cinnamon variant. En die is echt wel heel donker hoor. En ik had dan nog de lichtste variant erbij gekocht. Deze. En die zit echt een stuk beter bij mij. Hoewel die andere heel... heel mooi was. Is die voor dagelijks gebruik misschien een beetje te... Dus hiermee gaan we de lippen lijnen. En dan heb ik de nieuwe Scandalous Matte lippenstift. En dit is de 030. Heel mooi. Hij is heel zacht, heel romig. En mat. Ja. Dan heb ik ook twee van die plump glosses. Nou, plumpen. Het is een beetje menthol op je lippen. Alsof het echt iets doet. Ik ga deze opdoen. Dit is... ja, de lip booster, maar ik kan niet de kleur zien. Het trekt er een beetje moeilijk uit. Dit is wel ongeveer de kleur van de lippenstift. Deze is de lichtste kleur, een van de lichtere kleuren. Die is gewoon wat rozer. En die komt bij mij, en ik heb wel redelijk gepigmenteerde lippen. Maar die komt bij mij een beetje gewoon clear over. Deze niet. Deze geeft echt wel pigment af. Ja. Ik voel het. Ik had het filmpje van Marley Wijn gekeken. En die zei wow, 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 wow. Nou, wow, wow, wow is het niet. Vind ik niet. Ik heb er eentje
Ja, ik weet niet meer welke dat is. Maar dat ik echt dacht, wow, weet je wel. Dat echt, dat je het idee hebt dat je helemaal zo staat. Maar dat is het echt niet hoor. Ik ga nog een laagje mascara doen. En dat was het, denk ik. Ja, hè? Wat vind ik ervan? Er zitten leuke producten bij, hoor. Echt, begrijp me niet verkeerd. De foundation, niet mijn ding. Ik weet niet hoe vaak ik in de praktijk, als ik mezelf opmaak, daarnaar zal grijpen. Deze poeder is van een oude update, maar dat gebruik ik nu voor de eerste keer. Maar dat vind ik een hele fijne poeder. De lippotlood, een mooie kleur. Het potlood. De lippenstift ook. Mooie kleur. Mooie nude. Ja, mooie nude. De Plump It Up Boosters. Ja. Weet je, het is een mooie lipgloss. En of het je lippen plumpt, ik geloof daar niet zo in. Maar dat moet je voor jezelf uitvinden. De blush. Mooi. Heel mooi. Maar wel voorzichtig, want heel gepigmenteerd. De primer voelt prima. Of het echt iets doet, weet ik nog niet. Maar het voelt verder prima. De all-over glow. Ik vind hem heel fijn onder de make-up. Omdat je, zoals je ziet, een hele mooie glow creëert. Dus daarvoor vind ik hem prima. Het kwastje, het oogschaduwkwastje, vind ik echt heel fijn. Het contourpaletje, prima, echt helemaal goed. Dit paletje, helemaal goed. De wenkbrauwstick, heel fijn. Ondanks het model en zo, dat je echt denkt, waarom, hoe dan? Maar het werkt op een of andere manier. En de mascara, ja, prima mascara voor everyday. Het doet niet af aan mijn. Ja, het doet wel af. Het haalt het niet, laat ik het zo zeggen, bij mijn. Bij de Dior Show. Overcurl, zeg maar. Dat vind ik niet. Maar ik vind het een prima. Ik heb een beetje gemorst hier. Een prima effect hebben. Wat ik fijn vind, is dat het een droge formule is. Omdat ik overhangende oogleden heb. Raken mijn wimpers raken dit deel van mijn ogen, van mijn ooglid, dit zeg maar. Kijk, ik zou het dan zo moeten laten doen. Zo raakt het niks. Mijn oogleden rusten zeg maar op mijn wenkbrauw. Nee, niet op mijn wenkbrauw, op mijn wimpers. Dus ik hou van een droge formule, want anders gaat het smutsen. En deze smutst niet bij mij. Dus dat vind ik heel fijn. In principe, als het smutst, dan ben ik gelijk klaar. Ja, dat was het wel volgens mij. Hè? Heb ik alles gehad? En foundation. Hoewel het vandaag echt meeviel. Met die, ja, dit is gewoon een poederbrush. Gewoon. Dit is heel flimsy. Maar daardoor kon ik wel normaal gebruik ik deze van Real Techniques. Of zeg maar deze van Morphe. Deze brengt het lichter aan, zeg maar. Dus ik denk dat ik ook wel goed een stippling brush kan gebruiken hierbij. Waardoor het laagje make-up dan dikker wordt. Hiervan, de laag op je gezicht, zeg maar, is snel te dik. Waardoor het er heel cakey en droog uitziet. En ik heb natuurlijk een droge, oudere huid. Dus dan nou, dat dus. Maar ja, dat dus. Nou, verder heb ik niks.
Ik zou zeggen, kijk naar, bij Marley staat er al wat op. Bij Marijn Levering staat er al wat op over Catrice. En bij Floating in Dreams staat al een Catrice online. Dus als je Catrice leuk vindt en je wil ook andere meningen horen over deze producten. Dan moet je dat vooral doen. Ik weet dat zij wel heel erg te spreken waren over de foundation. Maar ja, dat is natuurlijk allemaal een beetje persoonlijk. Iedereen voor zich. Dan sluit ik het hierbij af. Ik had de spullen al geprobeerd. Hè? Dus dit is niet een eerste indruk. Het is meer een review. Het is meer, het zegt mijn mening over die producten. Sommige ga ik echt wel gebruiken. De foundation twijfel ik nog over. Hoewel ik het nu echt wel er goed uit vind zien hoor. En de rest, ja, ik ben wel tevreden. Ik ben heel erg verbaasd over de wenkbrauwen. Laat ik het zo zeggen. Alvast nog een fijne week, fijne dag, wanneer je het ook wil kijken. En dan zie ik jullie weer bij het volgende filmpje. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!